Zo. Eindelijk. Hij is binnen. De nieuwe verdubbelplan, de opvolger van Werkpop 2015. Verdubbelplan 2016. Yay! Met foto's nu. Dingen die gelijk zijn. Zoals bijvoorbeeld het moodboard. Maak je eigen moodboard. Maar ook deel de nieuw zijn. Kijken naar de omzet van vorig jaar. Om te zien waar je aandacht moet schenken. De opdeling van producten in 80% bestaan, 20% nieuw. Omzet per maand toegevoegd hier zo. De tijdlijn is anders, iets logischer. Gewoon allemaal van links naar rechts. Kwartalen. De planning voor je content. Even terug, want dit is ook nieuw. Een overzicht van wat je hebt bereikt iedere maand, wat je kunt opschrijven. Zodat je iedere maand dit werkboek erbij pakt. En je hoort, ik zeg nog werkboek. Een ochtendritme maken. En dat is hem. Dankjewel.